We bevinden ons hier in Gent. Project Bozar, bestaande uit 18 appartementen, 18 assistentiewoningen, een restaurant, wellness en een woonzorgcentrum met 18 kamers. Het gebouw is voorzien van een gemeenschappelijke stookplaats die het volledige gebouw voorziet van sanitair warm water en verwarming. Voor de assistentiewoningen en de appartementen hebben we hiervoor gewerkt op een combilussysteem met de distributieunits van Calafi. Het voordeel daarvan is dat ieder appartement of assistentiewoning zijn eigen bemetering heeft voor energieverbruik en waterverbruik. Gelust aan een gebouwgebeheersysteem dat van op afstand gemonitord kan worden, zodat de syndicus of de bewoners niet ter plaatse moeten komen om de tellers af te schrijven. Hier hebben we gekozen voor een unit uit de SATCA-reeks. De SATCA 5093 HC, hoog rendement. Omdat die specifiek eigenlijk gemaakt is eigenlijk voor vloerverwarming en de combinatie met hoge temperatuur. Het product is het meest geschikt voor combisystemen met vloerverwarming en hoge temperatuur. Dit toestel kan de beide aan en is ook vanuit de fabriek zo geprogrammeerd voor de vloerverwarming aan te sturen en een hoge temperatuurkring voor radiatoren, bijvoorbeeld voor de badkamer, tot een maximum van 1 à 2 radiatoren en 5 kW vermogen. Het is heel gebruiksvriendelijk, want het is volledig voorgeprogrammeerd vanuit de fabriek. Eigenlijk een beetje plug and play, dus eigenlijk enkel de stekker insteken en het product werkt. Voor ons is dit het vijfde project met de distributieunits van Calafi. In dit project hebben we gekozen voor de unit specifiek voor vloerverwarmingssystemen met de pomp geïntegreerd. En ook de aftakking voor hoge temperatuur voor een radiator in de badkamer. En we kiezen voor Calafi omdat van in offertefase tot hydraulische uitwerking, opstart en nazorg we een goede ondersteuning krijgen.